NEC speelt zondag uit tegen FC Den Bosch en zal het beter moeten doen als tegen MVV. Maandag won NEC wel van de ploeg uit Maastricht, maar had er wel moeite mee. Ja, het was een lastige wedstrijd voor ons. Ik denk in balbezit niet onze beste wedstrijd. Uiteindelijk qua kansenverhouding denk ik wel verdiend gewonnen. En blij dat we gewonnen hebben. Want uiteindelijk hebben we dat soort wedstrijden ook wel eens gelijk gespeeld. Dus op basis van wilskracht en energie hebben we die wedstrijd de Oosterstreep getrokken. Maar er is genoeg voor ons om te verbeteren, met name in balbezit. Soufiane El Karawany is inmiddels een vaste waarde achterin en staat ook nog eens bovenaan het VI-klassement voor de keukenkampioendivisie. Dat moet toch lekker voelen? Ja, zoals ik al zeg, voor mij is het belangrijkste gewoon die wedstrijden spelen en mooie dingen uithalen. En dat is iets extra meegenomen, mooi meegenomen, maar het is niet dat ik erop let of me daarop focus. Soufiane is er klaar voor, FC Den Bosch, en is duidelijk, we gaan winnen. We gaan gewoon lekker ons spel spelen, wat we alle weken doen. Soms hebben we ook mindere wedstrijden tussen gespeeld, maar het is gewoon belangrijk dat je net als afgelopen maandag die wedstrijden gewoon over de streep trekt. En we gaan gewoon winnen aankomende zondag. FC Den Bosch NEC is zondagmiddag weer te beluisteren op RN7. Vanaf 12 uur de voorbeschouwing en om 12:15 trappen we af.